Was dit voor jou, Daryl Janmaat, een heel vervelende middag vooral? Ja, tuurlijk. Als je met een rode kaart het veld afgaat, is het natuurlijk heel vervelend. De manier waarop is ook vervelend. En welke manier doe je dan precies op die twee keer in twee minuten? Ja, tuurlijk. De eerste was geen geel, want ik raak hem echt niet. Dus dat kan geen geel zijn. Alleen die tweede, ik zie die bal, ik schat die bal verkeerd in. En ik wilde hem eigenlijk uit laten gaan. Hij kwam heel snel in mijn rug en in de situatie strekte ik mijn arm uit en was terecht een gele kaart. Dus. Ja, was een impuls om Hooi even aan te raken? Ja, het was een impuls inderdaad. En dat is natuurlijk... heel dom om dat te doen op zo'n moment, alleen het is gebeurd. Ja, maak je zin eens af, het is dom om te doen, maar... Nee, wat ik zeg, het is een impuls, dus je doet zoiets niet... Kijk, als ik er een halve minuut over na mocht denken, had ik het natuurlijk nooit gedaan natuurlijk. Dus, ik moet hiervan leren. Het is gewoon een domme actie. Maar je zegt wel iets boeiends, hè? Ervan leren, maar impulsen kun je ook niet uitschakelen volgens mij. Nee, dat sowieso niet inderdaad. Maar ik had natuurlijk op dat moment gewoon de bal moeten laten gaan. En dan was die uitgegaan. En, Maak je de lange gang, want je komt helemaal van rechts naar de tunnel naar beneden te gaan. Voel je dan gewoon heel vervelend? Ja, tuurlijk. Maar dat is altijd als je een rode kaart hebt natuurlijk. Je weet dat je dan je team kan benadelen of benadeelt. Dat is vervelend. We zagen aan het begin van de tweede helft een shot van jou, zittend op de grond, naar een tv-scherm te kijken. Heb je dat heel de tweede helft gedaan? Ja, ik heb gewoon binnen gekeken. Ik mag niet naar buiten. Dus het was geen stoer, dus daarom ging ik op de grond zitten. Wat vond je ervan verder? Ja, ik denk niet dat we heel goed gevoetbald hebben, maar uiteindelijk moet je wel denk ik blij zijn met een 2-2. Als je natuurlijk een rode kaart krijgt van mij dan. Dan weet je dat het heel lastig gaat worden hier. En hun krijgen dan wel een rode kaart, die scoort. Dus dan had je hem eigenlijk over de streep moeten trekken. En dan is het zuur dat er weer een corner in gaat. Ja, weer uit de spelervattingen. Al 13 van de 20 tegendoelpunten uit spelervattingen. Ook vandaag dus weer, terwijl het lange tijd goed ging. Dat is inderdaad een punt waar we echt aan moeten gaan werken. Het is duidelijk dat daar veel te veel tegendoelpunten uitkomen en dat moet echt beter. Je mist het duel tegen je oude club, die ADO, volgende week. Ja, klopt. Ja, dat is extra jammer. Ik had hem graag gespeeld natuurlijk, maar goed, ik denk dat we daar niks meer aan kunnen doen. Ben ik wel zeker. Ja, daarom.